In deze videohandleiding leer je hoe je jouw pagina's optimaliseert voor zoekmachines, zodat je op den duur hoger gaat scoren in Google op de zoekopdrachten waar jij op gevonden wilt worden. Hallo jouw webgebruiker, mijn naam is Robin Mustert, ik ben SEO-specialist van beroep en ik ben door jouw web uitgenodigd om jou een paar handige, maar zeer krachtige SEO-tips te geven. SEO tip nummer 1, voeg waarde toe met informatie. Google is een zoekmachine. Google's voornaamste taak is om mensen te verwijzen naar het beste antwoord. Nou, daar komt achter de schermen best wel wat bij kijken. Zo heeft Google een algoritme ontwikkeld met meer dan 200 rankingfactoren. Maar kort samengevat, Google houdt van waardevolle informatie. Het is jouw taak om met een pagina een zoekopdracht zo volledig en goed mogelijk te beantwoorden. Denk dus goed na over wat een potentiële websitebezoeker allemaal zou willen weten. Persoonlijk maak ik hier altijd een simpele mindmap voor. Die zie je bijvoorbeeld hier. Stel, we hebben een kapperszaak in Eindhoven. Simpel, maar zeer effectief om tot een volledige pagina te komen. SEO tip nummer 2. Verwerk zoekwoorden in jouw teksten. Google wil natuurlijk graag weten waar jouw website over gaat. En daarvoor scannen ze de woorden op jouw pagina's. Het is dus belangrijk dat je hier dus af en toe zoekwoorden in verwerkt. Verwerk dus in jouw teksten dus een paar keer de zoekwoorden die mensen waarschijnlijk intypen wanneer ze op zoek zijn naar jouw onderwerp of dienst. Maar let op, spam je pagina's niet vol met zoekwoorden, want uiteindelijk schrijf je voor bezoekers en niet voor machines. SEO tip nummer 3, gebruik de juiste headings. Een pagina bestaat net zoals een schoolwerkstuk of een krant uit koppen en alinea's. Het is belangrijk dat je voor een website de juiste headings gebruikt. Zo heb je de H1 of de kop 1 bij jouw web. En deze H1 tag geeft bij Google aan waar een pagina voornamelijk over gaat. Zorg ervoor dat je altijd maar één titel of kop 1 hebt. We zien hier titel of we kunnen kop 1 selecteren. De andere koppen dienen een kop 2 te krijgen. SEO tip nummer 4, gebruik altteksten. Afbeeldingen dragen bij aan een betere ervaring voor jouw bezoekers. Een foto zegt meer dan 1000 woorden, zeggen ze toch? Maar hoe weet Google eigenlijk waar die afbeelding over gaat? Want ze hebben geen ogen. Daarvoor kijken ze naar de altteksten. De altteksten beschrijven jouw afbeelding voor zoekmachines. Bij jouw web kan je als volgt altteksten aan afbeeldingen toevoegen. Je selecteert een afbeelding, bijvoorbeeld deze. We klikken op instellingen en we vinden hier alternatieve tekst. We vullen hier haarwas in. En zo hebben we een alternatieve tekst toegevoegd, oftewel de alttekst, aan een afbeelding. Laten we dat ook voor deze doen. Stel dat je iets wat SEO-gerichter te werk wilt gaan, dan kan je hier bijvoorbeeld kapperszaak in Eindhoven toevoegen. En we zijn klaar. SEO tip nummer 5, schrijf een pakkende metatitel en metabeschrijving. Laten we eens kijken bij de zoekopdracht kapper in Eindhoven. Een zoekresultaat heeft altijd een metatitel en een metabeschrijving. Dit is de metatitel en dit is de metabeschrijving. Het mooie hieraan is dat jij enigszins kunt bepalen wat hier komt te staan. In het jouw web dashboard ga je naar pagina's, instellingen. We gaan naar SEO instellingen. Bij paginatitel zie je dat jouw web al automatisch onze geoptimaliseerde titel pakt, ofwel de titel van de pagina. Stel je dat je hier iets anders wilt hebben, dan kan je dat natuurlijk doen. Voor nu laat ik het even hier staan, want kapper in Eindhoven is nou eenmaal wat we zijn. En bij omschrijving kunnen we unique selling points toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan zonder afspraak altijd binnen 15 minuten geknipt. Laat je haar weer stralen. Niet tevreden. Geld terug. En hier zie je al een voorbeeld van hoe het eruit kan komen te zien. We klikken op opslaan.
Meestal duurt het even voordat Google dit doorvoert. Wil je checken of het werkt, ga naar Google en voer jouw domeinnaam in of de gewenste pagina. Oké, dit waren 5 simpele maar zeer krachtige SEO-tips om mee te beginnen. Alhoewel niemand je hoge positie kan garanderen en SEO enigszins wat geduld vereist, moet dit je absoluut niet laten ontmoedigen, want SEO kan je heel veel gratis bezoekers opleveren. Bedankt voor het kijken en vergeet ook niet te abonneren op het YouTube-kanaal van Jouw Web. Ik zie je graag de volgende keer. Tot ziens!